2020 was een heel uitdagend jaar voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Reporter Sifra Goudland nam een kijkje op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en maakte het volgende verslag. Nou, het jaar 2020 is mooi begonnen. En zoals we allemaal weten, vanaf maart 2020 zijn we beland in een COVID-pandemie. En initieel konden we het nog aan. En daarna kregen we een piek waar het heel zwaar was. En nu zitten we in een tweede piek en het is behoorlijk enerverend. 2020 voor ons, een heel zwaar jaar. Is 2020 geïntroduceerd voor ons met COVID. En we zijn jammer genoeg nog steeds bezig met COVID. We hebben de eerste golf al achter de rug. En zoals bekend bij de samenleving hebben wij als ziekenhuis heel vroeg ingespeeld eigenlijk op COVID zelf. We hebben heel snel een checkpoint kunnen organiseren om de mensen, zoals eerder gezegd, de low suspecten van de high suspecten te scheiden. Omdat wij als instantie ook de verantwoordelijkheid hebben dat de besmettingen niet hier plaatsvinden, bij de patiënten zelf. Dus dat is de aanpak geweest vanaf het begin. Het is zeker wel heel zwaar geweest voor ons als personeel op de werkvloer. Om ons bezig te houden met de reguliere zorg die eigenlijk al druk genoeg is voor ons. En dat blijft eigenlijk heel drukker worden. En daarnaast ook COVID-zorg wat het zwaarder maakt. Het was een heel mooi jaar. Mooie start. Tot maart. Nadien hebben we COVID tot heden. Maar tot zover gaat het goed voor mij. De artsen en verpleegkundigen benadrukken dat er geen handen genoeg zijn voor zowel de reguliere als de COVID-zorg. Jotika Baldeo, coördinator van de checkpoint en de swap-unit van het Academisch Ziekenhuis, zegt dat er in het begin wel waardering was voor de frontliniewerkers vanuit de samenleving. Maar nu is er een tweede golf uitgebroken, maar ik vraag me af waar de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving is, zegt Baldeo. Die waardering is er wel geweest, vooral in de eerste golf. We hebben gezien dat we hebben zeker al ondersteuning gehad van de mensen vanuit de samenleving in de vorm van sponsoringen die de SIH heeft gehad. We hebben de tenten die u hier ziet zijn ook donaties geweest van een groep mensen uit de samenleving. Dus die waardering is er wel geweest in de eerste golf. Maar jammer genoeg zie ik dat dus niet terug in de tweede golf. In de zin van dat ik dus mensen, zoals ik eerder aanhaalde, nog steeds zie verhalen lopen, verzinnen over wat of COVID echt wel juist werkelijk is of niet. Ook de mensen hoe ze zich gedragen, dat er crowding plaatsvindt in de samenleving en een heleboel zaken, dat dus niet op de juiste wijze plaatsvindt als hoe dat moet. Dus ik zou zeggen, ja, die waardering die er zou moeten zijn in de vorm naar ons toe, dat zie ik niet terug. Jotika Baldeo, coördinator Checkpoint en Swap Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze blikte terug op het jaar 2020.